op allemaal. Ik wil de tempel graag nog deze eeuw bereiken. Hoe denken die luie avonturiers de reis op deze manier te voltooien? Luister niet naar haar, jongens. We zijn er bijna. Rustig allemaal. Het is gewoon een kardinaal. Die eten geen kikkers. Ze zegt alleen maar hallo. Marcy! Jij zei dat ze geen kikkers eten. Ik weet zeker dat... Wacht, kardinalen eten wel rupsen. Ze wil onze jassen. Nee, dankzij deze jassen blijven we warm. En ze staan goed. Marcy, wat moeten we doen? Even denken. We hebben geen tijd. Kom op, wegwezen hier. Je hebt ons gered, Anne. Hier, neem mijn jas maar. Nee, jullie worden ijspegeltjes zonder een jas. Het komt wel goed, als we maar snel de tempel bereiken. Dat duurt nog wel even. Dacht je dat het slim was om je jas weg te gooien? Ja, ik moest toch iets doen? Impulsief en defensief. Erg onwaardige kwaliteit, als je het mij vraagt. Maak je geen zorgen, Anne. We warmen je met z'n drieën weer op. Hop, hop, ben je aangekomen? Dat is niet netjes, Anne. Wat fijn dat de muziekdoos in zulke middelmatige handen is gevallen. Hoe is hij eigenlijk precies in jullie bezit gekomen? Weet je, ik weet niet meer hoe we eraan kwamen. Wat was dat? Oh, niets hoor. Het is maar een lawine. Wat? Kom op, jongens, rennen! Stil, kleine luidruchtige kikkerbaby. Oeh, zo te zien komt het niet onze kant op. Wacht eens even. Kijk, en die kleine hut dan? Zo te zien is er iemand thuis. We moeten diegene redden. Hoe dan? Wil je soms richting de lawine gaan lopen? Ze zijn verdoemd, kind. Ik stel voor dat we doorgaan. Dacht het niet! Anne! Hé, jullie moeten hier nu... Huh? Wat? Hier zegt iedereen nu aan het lunchen? Anne, wij trekken je omhoog. Gaat het met je? Ja, prima. Laten we gewoon snel naar de tempel gaan. Oh, dat gaat niet gebeuren. Ik heb nu gezien hoe jullie in elkaar steken. Ongehoorzaam, onbezongen, impulsief. Dat zijn geen kwaliteiten die de heilige steen waardig zijn. Jullie verdienen mijn hulp niet. Wat mij betreft zoeken jullie die tempel, maar dan zonder mij. Jij praat echt zulke kikkerspuug. Oh, kom op. Je geeft ons niet eens een kans. En dat niet alleen, je gaat ons hier ook nog eens achterlaten. Wij zijn dan misschien onwaardig, maar jij en die orde van je zijn veel slechter. Je bent gewoon een wrede, oordelende snop. Snotneus, durf jij echt de orde te beledigen waar ik mijn hele leven aan heb gewijd? Ja, en wat wilde je daaraan doen dan? Zagen jullie dat ook?